De meningen van de burgerij over de introductie van belasting over de toegevoegde waarde BTW is verdeeld. De redactie sprak enkele mensen en velen gaven aan niet te weten hoe het nieuwe belastingssysteem precies werkt, terwijl enkele het deels wel snappen. Dus ik begrijp het wel zo'n beetje, want ze hebben het over BTW op goederen, maar op luxe goederen. En 10%, no? 10% op die BTW. Maar als je in de winkel gaat bij de Chinezen, hanteren ze dat niet, denk ik. Want als je gewoon gaat om wat te kopen, die prijs die aangegeven is, misschien is het bij hun al verwerkt in die BTW, want dat zeggen ze ja. Voordat Omo Asandi zei, ja, je hebt die BTW. Dus het staat er niet aangegeven. Het wordt wel gezegd. Het wordt wel gezegd, maar het zou aangegeven moeten zijn op dat product, toch? Ja, toch? Dus dat is het. Maar wanneer je gaat, je ziet het, je gaat naar een winkel, dit is die prijs, en je gaat naar een andere winkel, weer een andere prijs. Dat is een trieste zaak. Ik bedoel, van BTW invoeren, dan moet het doorberekend worden in de prijs, toch? Want als je in een winkel binnenstapt, en dan bijvoorbeeld gisteren was ik een winkel binnengestapt, ik moest een schoen kopen. De prijs staat erop, maar achteraf hoor je van nee, dat moet er nog BTW erop berekend worden. Dus ik schrok me dood. Ik zeg nee, dat liever niet. Ik zeg, waarom zetten jullie het niet gelijk? Nou, dat weet de klant het toch. Je komt, je betaalt voor wat je ziet. Maar als je achteraf nog BTW berekend moet worden. Nee hoor, je laat de spul daar en je vertrekt. Nou, meneer Merk, niks. Niks, meneer Merk. Ah, attends, Revi. Maar tegen we kregen de certificaten voor de mannen, maar moest op een groen certificaat per code voor de mannen, dat de mannen geregistreerd. Je lukt op historie dat. Nou, maar me De belastingautoriteiten melden dat er geen belasting komt op basisgoederen, maar wel op luxe goederen. Enkele burgers vertellen dat zij merken dat winkeliers wel BTW doorberekenen op basisgoederen. Het staat dan niet op de bon, maar de prijzen verschillen met eind december. Deze winkeliers geven de consument aan dat de belasting doorberekend is geworden vanwege de doorwerking in benzine of andere kosten die zij op hun bord krijgen.